Als burgemeester van een West-Vlaamse landbouwgemeente staat hij met beide voeten, of moet ik zeggen laarzen, heel vaak midden in de varkensstal. Hij is mijn volgende studiogast en ook nog eens voorzitter van de commissie Landbouw. Bart Doshy, een echte expert die ons de ingewikkelde opkoopregeling van varkensboeren haarfijn kan uitleggen. Welkom Bart Doshy, CD&V, maar ik dacht ook burgemeester in Ledegem. U had vragen over de uitkoopregeling van varkensboeren, net beslist door die Vlaamse regering. En u komt ook uit een streek met veel varkensboeren. Zijn die mensen nu tevreden met die uitkoopregeling? Maar het is zo dat de uitkoopregeling ook gekoppeld is aan de reductie van stikstof op het niveau van het bedrijf. Het is evident, wanneer een varkensbedrijf zijn activiteit stopt of een gemengd bedrijf zijn varkensactiviteit stopt, dat dan minder stikstof wordt uitgestoten. Ja, maar het gaat vooral denk ik om ammoniak hè, in varkensstallen. Stikstof, we noemen ammoniak in deze stikstof. Hè. Dus de verbinding stikstof zit onder de vorm van ammoniak en komt dus vrij in de lucht. En dat is hetgene wat desgevallend schadelijk is op de natuur. Ja. Maar specifiek aan die regeling is, het moet natuurlijk aan Europa onderworpen worden, aan de regels van Europa. En Europa zegt, als men dit doet, een dergelijke stopzettingsregeling, dan moet er een directe link zijn naar de impact op de Europese natuur. Ja. En is dat er in dit geval, denkt u? In de regeling staat er vandaag dat een landbouwbedrijf op zijn minst een impact moet hebben van 0,5% op die Europese natuur en de omgeving om in aanmerking te komen voor de stopzettingsregeling. Ja, dus wie daaronder blijft, onder die 0,5, die kan dan geen uitkoopregeling aanvragen? Die kan geen gebruik maken van de uitkoopregeling zoals ze vandaag gemaakt is. Die 0,5% wil eigenlijk zeggen, een habitat in de omgeving heeft een bepaalde hoeveelheid stikstof die hij kan verdragen. En wanneer uw bedrijf 0,5% van de maximale hoeveelheid stikstof dat die habitat kan verdragen uitstoot, als het effect van uw bedrijf meer dan 0,5% is, dan kom je in aanmerking voor die opkoopregeling. Ja, dus dan moet je daar al een stevige rekenmachine naast hebben staan, denk ik, om precies te weten wat die uitstoot dan concreet is. Wel, er is inderdaad een tool op de website van de VLM waar dat aan de hand van uw bedrijf specifieke gegevens kan berekend worden in welke mate dat u een impact hebt op een dergelijk natuurgebied. Want ik dacht dat die regeling ook kaderde in de algemene reductie, namelijk dat men tegen 2030 30% minder varkensboeren in Vlaanderen zou moeten kunnen tellen. Het gaat niet over varkensboeren, voor alle duidelijkheid, maar het gaat over varkens die moeten verminderen. Maar het is vrijwillig, voor alle duidelijkheid. Het is niet zo dat er een verplichting is. Het is een indicatieve doelstelling die dus gesteld wordt, maar waar dat mensen vrijwillig kunnen instappen in die opkoopregeling. Zij die dus een impactscore hebben van meer dan 0,5% en dus de varkens teelt op hun bedrijf stalsgewijs willen stopzetten. Want wanneer men verschillende stallen heeft, kan men ervoor opteren om één of meerdere stallen dus in de opkoopregeling te steken en andere stallen niet in de opkoopregeling. En is het dan ook de bedoeling dat wanneer boeren daarin stappen en beslissen om te stoppen, dat dat dan meer kansen biedt aan die jonge boeren waarvan we vaak horen dat ze geen toekomst meer zien? Het is evident, wanneer gezegd wordt het stikstofbad in Vlaanderen is vol, dat een reductie van varkens, van uitstoot van stikstof door varkens, ook het stikstofbad een stuk leeg zal maken. Het algemene bad. Hè? Het algemene bad. En dan biedt dat inderdaad ongetwijfeld perspectief om binnen dat wat verlaagde niveau van het badwater, om binnen dat niveau dus de verschuiving te doen tussen verschillende bedrijven, om bedrijven dus te laten ontwikkelen individueel, zonder dat er opnieuw water, zijn de stikstof, in het bad komt. Want voor een buitenstaander, zoals ik zal ik maar zeggen, lijkt het dan raar dat je aan de ene kant een bedrijf sluit en aan de andere kant iemand de kans geeft om opnieuw te beginnen, maar dan gaat die stikstof gehalte terug naar boven. Dus. Ja, maar het is in elk geval zo dat de nutriënten, dus de productierechten van het bedrijf dat stopgezet wordt, ook ingeleverd worden en dat er geen nieuwe nutriënten-emissierechten meer toegekend worden, maar dat er op termijn wel mogelijkheid is om verschuiving van nutriënten-emissierechten tussen bedrijven te organiseren. Ja. Dus er komt geen stikstof bij in Vlaanderen, maar het wordt op een andere plaats geproduceerd in dat geval. Nu, die uitkoopregeling, dat wordt dan berekend per varken en per zeug, et cetera, vrij ingewikkeld. Denkt u dat de boeren die willen stoppen tevreden zullen zijn met wat ze krijgen, zonder daar nu een exact bedrag op te kunnen plakken? Ja, maar dat zal natuurlijk heel specifiek zijn. Het hangt af van de ouderdom van uw stal, van ook uw ambitie als landbouwer. Er zijn landbouwers die zeggen, wij gaan misschien die deelsector varkens afbouwen en we gaan ons meer richten naar een andere sector. Bijvoorbeeld in de groententeelt, bijvoorbeeld in de veeteelt, in de veehouderij. Dus dat zijn keuzes die mensen desgevallend kunnen maken. En dus die vrijheid van keuze is natuurlijk belangrijk. Maar ook interessant te weten is dat naast
de vergoeding voor de afbouw van de varkens, voor dus het opgeffen van dierplaatsen, er ook een mogelijkheid is om een vergoeding te krijgen voor het wegnemen van de stal en het ontharden. Ja. Ook dat is mogelijk. En mensen die en de stopzetting doen van de varkens en dus ook een stuk ontharding doen, die mensen zullen voorrang krijgen wanneer het budget dus ontoerekend zou zijn. Oké. U bent ook voorzitter van de commissie landbouw hier in het parlement. Denkt u nu dat die regeling ook zal helpen om dat stikstofakkoord in goede banen te kunnen leiden? Maar ik denk het wel, maar ik begrijp ook wel een stuk, in zekere zin, de frustratie van de varkenssector als dusdanig. Die zegt want die boeren zijn soms heel boos. Er zijn dus varkens minder. Wij hadden liever onze reductiedoelstellingen op niveau van de sector wat verlaagd gezien. Dat was een mogelijkheid. Maar natuurlijk, dat kan in principe nog niet, want er moet nog verder onderhandeld worden. Maar het is in elk geval zo dat de inspanning voor de afbouw van de veestapel een inspanning is van de gemeenschap, namelijk 200 miljoen euro die daarvoor geïnvesteerd wordt. En dat er dus eigenlijk een logica is dat dat ten goede van de hele sector zou kunnen komen in functie van het heroriënteren van bepaalde bedrijfskeuzes. Ja, want we hebben het al gezegd, zeker rond dat stikstofakkoord. U staat dicht bij de boeren, ook bij de Boerenbond. Die zijn daar eigenlijk niet over te spreken als we het nu een klein beetje opentrekken. Het wordt hard gespeeld, hè? Ja, en ik denk dat er vooral ook veel vraag is naar rechtszekerheid. Hè. Dus mensen die nu als jonge boer willen starten, anno 2022, 2023, die willen eigenlijk wel weten wat de situatie zal zijn in 2030. Zelfs dat stikstofakkoord spreekt daar niet over. En dat is ook nog een belangrijk hiaat. Dus mensen moeten duidelijk rechtszekerheid krijgen. En dat is ook een belangrijke opmerking op een aantal aspecten van het akkoord, zoals het nu in het openbaar onderzoek gegaan is. Als men dus bepaalde rechten toekent, hè. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over bemestingsrechten in de natuurgebieden. In 1994 worden een aantal afspraken gemaakt en die worden nu eigenlijk stopgezet in het voorstel in 2028. Weliswaar met de vergoeding, ik ben akkoord, maar dat creëert een belangrijke negatieve sfeer in hoofde van de landbouwers ten aanzien van de overheid. Want denkt u dat die dan overkomt als onbetrouwbaar. Denkt u dat dat nog goed gaat komen? Want er gaan nu vele bezwaren zijn. Velen zeggen dat stikstofakkoord dat zal moeten worden aangepast, punt. Maar ik denk dat het een engagement is van de ministers, van de beide. Zij houden de voet bij stik natuurlijk. Nee, ze hebben gezegd, wij zullen in elk geval dat openbaar onderzoek afwachten en kijken wat daar uitkomt en zien in welke mate dat een zekere bijsturing nodig is. Blijft u achter het akkoord staan? Maar ik blijf in elk geval achter de doelstellingen staan. Maar niet achter het akkoord? Maar het akkoord is nooit zo volkomen geweest dat het tot in de puntjes zou kunnen uitgevoerd worden. Want er zijn nog heel wat vragen, ook naar rechtszekerheid van landbouwers. Sowieso moesten nog een aantal of moeten nog een aantal dingen verfijnd worden. Zoals bijvoorbeeld ook wat in het akkoord staat, het opheffen van slapende nutriënten. Het is een heel complex verhaal die zeer zware gevolgen kan hebben op individueel bedrijfsniveau. Vandaar dat er ook in het akkoord staat een overgangsregeling is nodig. Maar welke overgangsregeling, dat is nog niet bepaald. Dus er moeten nog een aantal dingen moeten in elk geval nog ingevuld worden. En aanpakken. Want tot slot, als we kijken naar wat er zich in Nederland allemaal de voorbije dagen afspeelt, dat belooft niet veel goeds voor Vlaanderen. Hè? Nee, maar er is een andere situatie in Nederland. Men gaat er eigenlijk nog een stuk verder. En ik denk dat er hier ook wel in belangrijke mate beter gecommuniceerd wordt met de landbouwers, ook uitgelegd wordt wat de bedoeling is en vooral ook een sterk flankerend beleid opgezet wordt. Ik denk dat het niet zo ver gaat komen in Vlaanderen als maar in je mag niet vergeten wanneer men vandaag zegt er moet na 2030 alleen in emissiearme varkensstallen geproduceerd worden. Dat is dat verder een belangrijke investering die veel landbouwers vandaag niet kunnen doen. Maar misschien tegen 2030 wel, wetende dat er ook een belangrijke subsidie via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds op die investering van 40% zou gegeven worden en voor jonge landbouwers zelfs van 65%. Maar ik weet, het is niet zo evident om vandaag te zeggen, joepie, het is zeker niet joepie, het is een moeilijk akkoord. Maar en ook zeer technisch. Het is zeer technisch, vandaar dat het ook uitdagend is. Maar het is dus belangrijk dat de mensen hun rechtszekerheid krijgen op bedrijfsniveau en ook de juiste informatie krijgen, want het is zo specifiek en uw toekomstkansen als individueel landbouwer zijn heel sterk afhankelijk van de plaats waarop dat je aan het boeren bent. Bartoszi, bedankt voor die vraag over de varkensboeren. En meteen zijn we dan in het grote stikstofbad beland. We kunnen niet anders. Maar als ik het zo hoor, dan kijkt u er toch met veel verwachting naar uit. Onder meer wat er uit dat openbare onderzoek zal komen. Absoluut. Bedankt. Dank u wel.